Hoppa, hallo, ik ben de Mester en welkom terug bij Hearthstone The Frozen Throne. Ik kreeg vanochtend op markt, ging even voor Hearthstone kijken naar mijn quest te kijken. Hier is mijn quest Hunter en Mage Victory, maar er kwam ook iets in beeld. Ik zag dat mensen al tegen wat bazen aan het vechten waren op mijn, in mijn vriendenlijst. Fans gingen toe Ice Crown. Mijn frames, ik weet niet, goed, maar goed. Dat betekent dus dat de tweede vleugel beschikbaar is van de Frozen Throne. En dat zal heel makkelijk worden. Nee, totaal niet. Dat zal nog moeilijker worden dan de eerste keren. Vind ik het een beetje spannend? Ik vind het erg spannend. Ik vind het erg spannend. Nou, kom op. Het duurt even langer hoor. Zo, kijk hier. De parietjes. Juist. You seek to turn my own power against me. Do you know how many times I've ranked legend? Wat krijgen we hiervan? Uit deze vleugel. We krijgen gewoon weer een pakje kaarten. Prima. De eerste bazin is. Planethel, there are teeth marks in my cards. I told you to put them in sleeves. Blood Queen Lanathel, beware of the terrible bite of the vampiric Blood Queen. Oké, ze is een vampier. Haar heal power is vampiric leech. Heal power lifesteal, deal 3 damage. Beetje hetzelfde van de warlock, de Death Knight warlock. Ja. Dat is lastig. We gaan het proberen. Ik weet niet wat voor soort kaarten erin zit. Dus ik ga hier gewoon heel vers in. Om zo maar te zeggen. Dus ik ga gewoon met mijn Frost Lich. Ik ben benieuwd. Ik heb geen idee. Nogmaals, ik ga er gewoon lekker als noob in. Heerlijk. Duurt lang! Doei! Putting spikes on things. Nou, hoe doet dat is. Goed, daar zijn we. Khadgar versus Blood Queen Lanathel. Wat heeft zo'n bordler? Knowledge is power. You have made an unwise decision. Waar? Heb ik dat? Goed. Dat is zo'n bord. Sleeping Acolyte. Neem maar naar 010. Ja, als die gaat. Dan ben ik die naam van die kaart vergeten, man. Het is een van de bekendste kaarten, verdorie. Inner Fire, toch? Weet ik veel. Dan is het een 10-10 voor 1 mana. Nou, daar word ik niet zo vrolijk van, maar goed. Part of the Blood Queen, turn a hero into. Wat? Je bent een vampier! Why not feed on one of my minions? They're dormant and delicious and covered in gravy. turn a hero into a vampire. Kalkar de vampier. Vampiric bite, heal power, give a non-vampire the super flu. You must use it. You must use this. Gods. Ja, zegt ze, waarom bijt je niet, ja. Nee, ik heb even last van de frame drops, ik weet niet waarom. Kijk eens. Ja, op zich. Demon Wrath. Verder kan ons niks. Ik kan hem natuurlijk nog een keer. Ja, dat is ook wat handig wat ik kan doen. I cannot do that. Oh. Can't be bitten again. Oh god. Shit, ja, en dan moet ik. Ik moet het gebruiken. Ik mag niet op end turn. Are you forgetting something?
The thirst burns in your veins. Nee, mag niet. Shit. The delicious irony. Ja, dat is niet heel leuk dit. Ah joh. Let's mix things up. Wat? Press for two random minions in your opponent's hand into spells, ja. Wee, daar is ze. Zoveel kopie of your hand to attack, ja. Kom op, een 1 kost min. Juist, kijk, dankzij wel babbling. Boek. You wanna cast a spell? I want to cast a spell. Wat hebben we? Oh. Ja, heel veel mensen vinden die kaart goed, maar ik ben er niet zo fan van. Ik vind het heel te duur. Implosion? Ho maar even. Maar ik had ook niet nog een keer geweten hoor. Ik ken jullie het again. Again. ja. Ik zal dit al moeten doen. Zo. Die wil ik eigenlijk even vriezen. Misschien is dat. Ik ga gewoon doen voor de. Hey. Ja, dat vind ik lastig. Eens even kijken. Wat is wijsheid? Ik kan dit doen. Ik doe dit maar gewoon, Deadman's Hand. Ik krijg nog een extra Jaina erbij. Zal ik dit doen? Ja, weet je, ik moet die beide. Dan maar. Dan doe ik gewoon dit. Horn of Cold. Dan maak ik hem af. Siphon Soul, bos. Met Jaina zou ik veel minions kunnen krijgen. Volgens mij Jaina. Hots. Plus 2% en dan krijg ik hem ook niet dood ook. Hoor. Ah. Hey. Nou. The delicious irony. Hou op met je ironie. Secret en Frost Nova. Zo. Ja, het is wel, de heelpauw is leuk, maar ook weer niet. Ik vind het wel leuk, hoe ken ik dat ik gewoon. Maar ik ben gewoon hetzelfde qua stem. Flirting with you? Gadverdering man, die ziet er niet uit. Ja, maar waarom krijg ik dit nou? Is oké. Hoe is het naar Koza? Oh. Ik had die moeten doen. Stom van mij. Copy the lowest minion. Oh. Dat ook. Ja. Ja. Dat was het beste. Wat doe ik nou? Godsamme. Op een of andere... Ja, dag hoor. Ik wil nog Jaina worden als ik kan. Nee, op een of andere manier dacht ik... op een of andere manier dacht ik... Ja, maar ik ben dood. Op een of andere manier dacht ik dat ik al zo'n flame elemental in mijn hand had. Godverdorie zeg. Oké, een deck zonder spel. Are you afraid to bite your own minions? This is Ice Crown, not Nice Crown. Goed. Zo min mogelijk spels. Ja, weg met die priest. Hoppa, die priest die is allemaal nog van tevoren. Ja, Nice Crown. Wat zou ik dan eens gebruiken? De quest ook. De questrook. Nee, dat is iets wat nou. Nee. Ja. Doen we gewoon even kijken iets met de mage. Sowieso. Nee. Dat was een meer mogelijk spels.
Ja. Beetje dom dan, dat ik voor de mage ga. Nee, maar... Oh, kijk, dit kan je niet overslaan, hè. Ik ga wel een slecht dekje dan krijgen, hè. God. Geweldig, nou dag. Ja, dan zou ik zeggen Druid, Paladin. Of Questro ook toch. Ik maak voor de zekerheid toch wel een dekje voor de Hunter. En daar is onder Hunt wel handig. Een keertje de... Ja hoor, huppa. De Beertrap. Dynomancy. Ja, leuk. Ja, maar dan... Oh, maar dan... Dan wordt mijn heel pauw iets anders. Maar dat... Ja, nee. Het heeft de Friendly Beast. Beast. Jena. Oh man. Even kijken. Oh god, daar is er zo dom mee. Want ik had misdirection eens keer in het goud. Dan doe ik gewoon lekker deze jumpen. Oh, dat doe ik tot op me. Snipe? Nee. Net een shot een keertje. Hoppa. Nou ja, nee ja. Dat is een spel. Doe ik maar niet. De kameel? Doe maar. De kameel. Red Pack is ook wel handig. Een Lise de Hounds is ook erg handig. Misschien de Terror Skills Talker ook wel. Bijvoorbeeld als dit ook alweer betreft. Copy of een Meneer Deck. Ook wel leuk zijn. Nog iets bijzonders. Ja, die kan wel handig zijn. De Infested Wolf. Oh, een Wolf. Ook wel leuk. En de Hyena. We moeten gewoon een wandkosmin hebben ook. Rap Penguin. De Arts and Squire bijvoorbeeld. Ah, heel. Niet de Murloc Tiny Fin. Godverdorie. De Dread Skill Knight is erg handig. Daarvoor misschien de. En Ruby Egg, maar die is 2 mana. Beetje lastig. Dat hebben we hier. De Fair Play, wel handig. 2 keer denk ik dan. Nou ja, maar die. De Footman. De Leperno misschien. Deze sowieso wel. Oké. Okay. Weet je, ik ga toch weer gewoon met die hunten proberen. Die ik dan net heb gemaakt. De Blood Queen Lana Essen. Ik verloest de bos niet mee, want toe. Modifier deck, ja, juist. Maar dat. Is wel logisch. Zo, reading the fridge. Rexha versus Rexha. Lord Queen Lanathel. Let the hunt begin. You have made an unwise decision. Ja? Is mijn dek niet goed? Ik vind mijn dek niet goed. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Huppa. Kunnen we mooi mee beginnen. We hebben 3-3 met de Divine Shield. No, my hunger. Rexha de vampier. Rexha de vampier. Wat? 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 Hey joh. Nou ja, dat heeft niet echt zin. Lifesteal helpt dan ook niet. Wat kunnen we doen met de Kranigremon? Dus 3 attack, juist. En dan, huppa, kijk eens aan. Een tandje erbij. Dat is handig. Dat is handig. Oh dear. Ja, dan gaan we een Kranigremon. Wat? Niet eens mijn Kranigremon gaat eraan. Oké. Okay. Ja hoor. This beast will not be tamed. Oeh, nog een keer die. Prettig. Ready for action. Ja, eigenlijk dat is mijn plan wel, ja. Demon Wrath.
Dat nadeel, dat is niet echt een heel groot probleem. Oh jee, maar nu komt de Dogcoin. Nog een keer Demon af. Nee, dat is drie maanden gaan. Oh, de Leech, juist. Doet hij weer die, hè? Slaat eigenlijk nergens op, maar goed. Even kijken wat we hiermee kunnen krijgen. Weer plus 3 attack. Wind Fury. Plus 1 plus 1, prima. Doe die weer. Met mijn shield plus. Plus 2 plus 2. Daar, 3 cards and gain 6 armor. Oké, okay, ja, dat klinkt niet heel erg. Gaat ze heel power doen op die Divine Shield? Nee. Ja, op zich, deze is niet heel moeilijk. Zo. Oké, eindelijk moest die. Ja, dan krijgt die plus zoveel. Kijk. Op wie doet ze het? Natuurlijk. 3. Geluksvogel! Verdorie. De baas hebben altijd wel geluk. Maar goed, we hebben er. Nou, dat was niet heel moeilijk of zo. Als je gewoon zo'n deck hebt zoals dit. Dan is dat goed. Hoppa! Vriendje. It is fortunate you cannot lose stars at your rank. Goed. Oké. Okay. Oh, dit is volgens mij Professor Putrescide. Nou, dat kunnen we net als heel verslagen. Nu gaan we naar... Professor Putrescide is my card draw engine. But all he draws is gas. I really dislike him. Oké, okay. Professor Putrescide. The professor's experiments are running amok. Mad Science. Passive heal power, all secrets cost zero. All secrets. Oké, okay. Secret Mage. Secret Hunter. Mage is de secret class. Huppa. All secrets kost 0. Dus dan hoef ik niet ook van die kaarten erin te gooien die mijn secrets 0 maken. Dat is gewoon secret. Sowieso is de Secret Keeper wel prettig. Oh, ik heb er maar één van. Oké. Okay. Dit is prettig. Dit is prettig. Dan kan ik Secret van hem stelen. Maar die is Valet. Dan al Secret van je deck. Counterspel. Effigy. Abeer, Ice Block. Vaporize. Mirror Entity. Oh, de Conjure. Of de Arcane. Zeg ik nou. Duplicate, zal ik dat erin doen? Ja, waarom niet? Ja, nou eentje dan. Eentje. Oké. Volgens Nova erbij. Oh, er is een poortje erbij voor de fun. Het zijn wel natuurlijk spells. Misschien één Flame Break is wel handig. Mana Worm, misschien ook wel. Twee Frost Novakjes voor de zekerheid. En just for fun ga ik ook gewoon Jaina erin gooien. Polymorph. Zo. Oké. Gaan we het hier eens mee proberen. Even snel uit mijn hoofd geflanst. Professor Putrescide. Oké, de custom mage. Oké, nou die eerste, als je eenmaal door had wat ze allemaal deed, dan was dat niet heel moeilijk. Maar ja, dat is ook de eerste basis, dus dat valt wel mee. Dan vond ik Marogar veel moeilijker, maar goed, dat maakt niet uit. Khadgar versus Professor Putrescide. Knowledge is power. Good news, everyone! I fixed the poison slime pipes! Ik zei, portal hou ik maar even. Oh, geef me even een betere secret. Of secret keeper, juist, kijk. Combo. Eerst even kijken of je zegt. 15 armor erbij.
Wordt er wel gezegd, nee. Greetings, fellow seeker of truth. That's not very nice. Zijn stem, potverdorie. I'll never tell. Nou, kijk eens, schutbaar. Hunter Seekers. Counterspel. Wat is dit? Oh, go, 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 star returning game plus 1.1, dankjewel. Great news, everyone! The slime is flowing again. Kaart is niet geanimeerd. Ja, ik bestaan. Wat? Well, ik ga allemaal secret en weer secret keeper in. Maar wat was dat voor secret net? Die. Ja, dat wou ik eigenlijk wel zien. Nou goed. Ik ga dit doen. De blubberbron. Oké. Okay. Oh, kom op. Oké. Okay. Hey, thank you. Freezing trap. Oké, oké. Kijk maar even, die gooi ik dan gewoon weer in. Oké. Okay. Yeah. Hij had een paladin secret en een hunter en een mage secret. Oh jee. Mage secrets ben ik al pikken op. Hier is een mage secret. Vaporize. Oké. Okay. Ik gooi toch een minion in. Ja, ik dacht wel, dat had ik niet moeten doen. Ah! Net toen ik die heel kwam aan het gebruiken was, dacht ik van ja, maar hij heeft... Hoos? Hoos! Wat gebeurt hier? Tentacles! Oh my, they do have a mind of their own, don't they? Man! Made secret. En een rolling hoes. Wat is dit? Vestigoed. At the end of your... Ah, ja! Dat dus. Juist. Ik ben echt heel bang dat er nog een vaporize is. Wow. Is er meer een entity? Dan ga ik niet aanvallen. Dat durf ik gewoon niet. Durf ik niet. Nog een mage secret, ah! Nee! Goed. Oh, wacht, hij heeft nieuwe heal power. Oké, frozen clone. Matter science, specific heal power, weapons cost 1. Gods, wat is dit? Nu eens weapons. Oh. One for the boss, two for me. I'll show them. A weapon. I'll show them all. Nee. Job done. Oh, yay. Tentacles. Oh my. Ja. Well done. Ja, dat met die weapons, dat ga ik maar gewoon niet doen. Want ik ga niet, Nee. Ja, wel. Nee. Ik denk dat soft toch secret breaker is. Maar het is een tweede vorm, Future Side. Oké, okay, dat vind ik een beetje spannend. Misschien is Mad Scientist toch wel. Lijkt ook op hem, hè? Computer Scientist. Zo. Hoe duur is zo'n secret keeper? Ik snap niet dat ik er maar één heb. Oh, god.
Ja, dat is jammer. Oh. Nou. Ja. Ja. Nee, Jaina is dan niet allemaal van, hè. Ja. Nog een polymorph. Waar ik trouwens de non-gauw polymorph in zit. Toch? Oh nee. Nee. Ik mis dus nog een kaart. Oh. Ga bladeren. Misschien de volcanic potion. Oké. Okay. Gaan we bij. Dan zou je dus later met je weapons iets kunnen doen. Ja, het is of een secret of een weapon. Volgens mij bestaat er geen klas. Jawel. Ja, natuurlijk wel, de paladin. Die heeft secrets en weapons en een hunter ook. Professor Putricide. Knowledge is power. Good news, everyone. I fixed the poison slime pipes. Oh jee. Prima, prima begin. Het zou mooi zijn als we dan nog een secret keeper krijgen. Nee, oké, okay, nou dat geeft niet. Hoppa. De coin. En een secret. Oh nee. Oh ja. Hij zit zichzelf in, zie je dat? Hey joh! Man. Ah man, 3 mage seekers. Oh nee, ik val er niet bij. Hunter kan ook wel handig zijn hier. Nou, ik over nadenken. Waarom Hunter? Die heeft natuurlijk flair. Oh. Nee, dat gaat nu al niet lukken joh. Als je zoveel verdorie seekers heeft. Ik ga een Hunter deck proberen. Ja. Want een Hunter kan secrets en weapons hebben. Hij heeft niet de beste secrets. Maar de slechte secrets heeft valt in. Dat is algemeen bekend. Dan doe ik die Hunter weg en dan maak ik er even nieuw voor. Oh, ik heb flare. Oh, daar stond die. Good side. Natuurlijk. Wel lekker wat secrets. Flare 2 keer, hoppa. Ik had lekker veel secrets, kijk dan. Voor zekerheid. Ja. Voor als hij de tweede vorm krijgt, zeg maar. Geef die secret is revealed. Secret keeper, Avian Watcher. Van Mystic. Scientist. Goed, en nu weapon. Voor de hunter. Ik man, heb ik. Die heb ik ook gewoon gedisenchant, hè? Normaal. Ik had ooit de Gladiator Longbow. Was een epic en ik dacht, oh, die ga ik disenchanten. Soms word ik echt boos om mijn oude zelf. Maar ja, dat, ja, die heb ik niks aan. Ik bleef zoeken natuurlijk. Nee. Nee. Oh nee. Nee. Oh jee, oh jee, oh jee. Wat hebben we hier dan nog allemaal? We hebben nog 27 kaarten, dus we moeten nog een paar. Ja. Wat een shot. Ja, het is gewoon lastig dit. Zo, een paar, red skill. Voor de fun. Ook daar mensen iedereen, maar dat is niet allemaal in dit ding. Geen def. Ja, voor de rest weet ik het echt niet, joh.
Moet nog één kaartje erin. God, ik heb geen idee, man. Dus... Nou, ik doe deze maar gewoon. Nou. Ja, weet je... Nee. Nee, wacht. Ik doe de... Ik doe de Dirty Red. Red? Welke had ik nou net ingedaan? Dat weet ik al niet meer. Ik zie hoe slecht. Ja. Hoppa. Dirty Red. Ja, visio. Dat gaat. Oké. Pewter said. Nou, ik zei Hunter heeft niet de beste secrets. Ja, Mace heeft natuurlijk de beste, maar... Op zich die van de Hunter valt wel mee. Rexha versus Professor Putricide. Let the hunt begin. Good news, everyone. I fixed the poison slime pipes. Wat een goed nieuws. Ja, dat is wel leuk. Ja, maar die is passive op, dus ik heb niks aan death trap, dark trap. Dom! Man. Wow, is... ja. Ah. Laat hem dan gewoon één type secret hebben, niet Paladin in de randage. Laat hem dan alleen Paladin secrets hebben. Weet je, daar heb ik geen problemen mee. Paladin secrets. Ja. Ik heb zo'n hekel aan secrets. En dan hebben ze gewoon een baas met allemaal verdorie secrets. Ja, dat had je ook wel kunnen weten als je YouTube site zijn gezicht zag. Maar goed. Vepra is vals. Oh jee. Oh. Even uitrekken. Oh ja, noem maar. Huppa, nu maar aanvallen. Keurig. Oh. Nee, ik wou eigenlijk eerst dat... ...sleutel heb... Nou ja, oh. Ja. Oké, dat was het niet. Wat ik wou, oké. Hoppa. Wat we doen. Gosh. Je gewoon 2 damage to all characters. Ja. Such easy sport. Such easy sport. Sorry. Moest gewoon shush. Oh nee, daar gaan we dan. Oh, idee. Ja, maar ja. Dory zeg. Hoppa. Dat is all enemy, hè. Dat doet nog wel een all enemy. I didn't know I even had one of these. Potverdorie. Nee.
juggling. I'll show them. I'll show them all. La la la. Niet zo handig. Beetje meer spelen, maar goed. Kill daar, die is weer bijna dood met zijn 3 damage. Maar ja, die kill hier beneden, deze hier, die is ook bijna dood. Die is dood, maar ja. Oh, Vestergut, you were always my favorite. Next to Rotface. Ja. Yes, that'll do. Tenminste, achter deze video, ik weet niet meer. Decide. Your deck is disgusting. I've underestimated you. Misschien gaat deze video voor jullie door, maar ik zet er echt een punt achter. Dag hoor. Zo, nou, daar ben ik weer. Wederom, ik heb even wat research moeten doen. Ik ben erachter gekomen dat mensen dit echt de moeilijkste baas vinden van deze vleugel. Tenminste, dat weet ik niet, denk ik. En ja, ik heb wat kaarten moeten craften, want die had ik niet. Namelijk de Eater of Secrets. Die had ik niet. Daar is die. Knowledge is power. Good news, everyone. I fixed the poison slime pipes. Ja, ik dacht dat ik die had, maar niet dus. Dus ik heb even een deck half gekopieerd. De rest heb ik een beetje zelf ingedaan. Dus ik heb niet alles gejat. Dat wil ik ook weer niet doen. Maar ja, meestal is gewoon de way to go. En vooral op deze dingen. Dat je ze gewoon kan pingen op het begin. Ik kan natuurlijk ook niet meer die chalé inzetten, dat is gewoon beter. Excuse me, you are on fire. Shotgun. Zo. Nee, het is helemaal niks. Oké. Okay. Counterspel? Yep. Oké. Okay. Prima. Daar ben ik niet heel verdrietig om. Bijvoorbeeld dat ik dit zou gebruiken. Zou ook counterspel hebben. We zijn weer met de oes. Ik ga lekker iedere ziekte inzetten. Ja, dat doe ik. Catrick, Secret Trail, Vaporwave. Dankjewel, hé. Mooie, mooie secrets. Nou, hij gaat wel weer wat inzetten, neem ik aan. Dat is één. Oh, van de secret. Oh, kijk. Water Reflection, hé. Kijk dan. I know who you are. Delicious. Soms doof voor je. Even kieken. Ja. Delicious. Weer niks. Weet je, ik heb daar geen probleem mee. Nee, die ga ik niet gebruiken, die opbouw. Delicious. Oh ja, dan gaat hij veranderen. Wabba! Die wil ik weghalen. Oh my, they do have a mind of their own, don't they? Oh, Vestergut, you were always my favorite. Next to Rotface. Okay. Ah! Oh man, dankjewel. Ik vind alleen die gouden vorm ervan is echt even een beetje creepy met dat tongetje. Kijk eens aan Polymorph. Precies wat we nodig hadden.
Oh wacht, misschien dat ik dit moet doen. Oh ja, geef niet. Delicious. Hij vindt het erg lekker. Delicious. We gaan nu al naar zijn volgende vorm. Interesting. Ja, eigenlijk moeten we Rotvee zo snel mogelijk doodmaken, want nu gaat hij... Oh. Oh jee. Kijk eens, mooi hé. Vraag maar, dan zie je het. Even kijken, hebben we hem nou? Hebben we lethal? Oh, even hoor. 5. Ja, nee, ik ga toch even zo'n secret stelen, want ik vertrouw het niet. Revenge. Dark Trap. En Frozen Clone. Oké. Okay. Waren ze dus. Tasty water. Not Rotface. What did he ever do to you? Nou, dan gaan we hier op het bord zetten. Ik heb hem! Verdorie, hé. Eerste keer dat ik dit deck probeer en ik heb hem gewoon. Wat een feest. Never trust an ethereal. You can't see their faces. Hier ben ik wel blij mee. Huppa! Zo. Nu ben ik er ook even klaar mee voor vandaag, denk ik. Of in ieder geval voor een paar uur. That was pathetic. You belong in a hunter deck, not my citadel. Oh jee. Nou hier, dit heb ik ook wel gezien. De volgende baas is Sinergosa. En dat vind ik erg lastig. Ik weet niet wat ze doet, maar we gaan het even zien. Sandragosa is my finisher. Stay away. You cannot have her. Ja, dat is natuurlijk zijn grote draakie. Ja. Sinagosa, de Lich King's favorite. Wacht, Lich King's pet Frostworm is a chilling foe. Frost Breath. Triggered power. Oh. At 20 health transform all enemy minions into blocks of ice. Oké. Dat is interessant. Trouwens, mocht je dat niet weten, ik laat het even zien. Waarom die kerel nou zegt, waarom Lich King nou zegt, je belongt in, you belong in een hunter deck. Nou hier, kijk. Daar is hij in zijn tweede vorm. Professor Cutesize 4 mana 5. 4. After you play a secret, put a random hunter secret into the battlefield. Nou, dat is ook allemaal met secrets en al. Nou. Want Professor Cutesize is ook gewoon een kaart. Nou, voor deze episode zit erop. De volgende keer gaan we dan Sinagosa proberen te verslaan. Hoop je het leuk vond, doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk even op Swapmans Time with My Mens. En dus Swapmans, als je niet geabonneerd was, zie ik je dolgraag de volgende keer terug. Tot de volgende keer. Goed.